Ja, het nieuwe jaar staat bijna voor de deur. Goede voornemens worden weer optimaal gemaakt, weer volledig gemaakt, of hoe je het ook maar wilt noemen. Maar goede voornemens, we weten het eigenlijk allemaal wel. Vaak werken ze niet, vaak houden we het niet vol. Sterker nog, binnen 1 maand geven we dit wel weer op. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan die aangeven dat ja, van alle goede voornemens die we willen doorvoeren, we het misschien wel een weekje volhouden, maar dan houdt het al snel weer op. En als jij net als ik bent en net als bijna iedereen bent, dan is dit je vast ook wel eens overkomen of ken je in ieder geval iemand waarbij dit ook een rol heeft gespeeld. In deze video ga ik juist iets met je delen wat wel echt gaat werken. Dus als je echt iets zoekt voor jezelf, wat je op de lange termijn wilt volhouden, wat je echt wilt aanpassen voor, ja, bij wijze van als je het wilt, de rest van je leven of in ieder geval dus dit jaar. En dat niet alleen maar met goede voornemens wil doen, met goede intenties, maar ook echt iets wilt gaan doen met die intenties, dan is deze video voor jou op je lijf geschreven. Ja, dus laten we daar gewoon induiken. Er is iets anders, namelijk wat veel beter werkt dan goede voornemens. En dat is 1 ding. Dat ding ga ik met je delen in deze video. En dat is door switch maken van die goede voornemens naar, zoals ik dat noem, doelen. En doelen stellen. En dat heel erg concreet maken. Nou, in de rest van deze video ga ik uitleggen hoe je dit nou precies doet en waarom dit nou zoveel sterker is dan die goede voornemens voor jezelf maken en er vervolgens weer snel mee stoppen. Er zit een heel groot verschil tussen goede voornemens en concreet doelen stellen. En dat heeft ten eerste heel veel te maken met het verschil, zoals ik dat noem, tussen motivatie en gewoontes hebben. Nou, als je mij al een poosje volgt, dan weet je hier al iets over, hoop ik in ieder geval. En dan weet je dat dit heel krachtig is om dit verschil te kennen en te begrijpen. Nou, waar gaat het hierbij om? Als we denken aan motivatie, dus stel we hanteren, zoals ik dat even hier noem, de motivatiestrategie of de gewoontestrategie. Als we het hebben over motivatie, dan hebben we het over iets wat een impulsief is op dat moment. Dus bijvoorbeeld met goede voornemens is dit het geval. Dus we hebben aan het einde van het jaar denken we na van, oh, dit ging wel goed, dit ging niet goed. Volgend jaar wil ik dit nog beter gaan doen. Je kent het idee, je kent die energie. Dit is vanuit motivatie gedaan. Dit is vanuit een gevoel wat je op dat moment hebt van, ja, ik wil dit anders doen. Een impulsief iets eigenlijk. Dat kan heel goed werken voor een bepaalde periode en meestal is dat voor een korte termijn. Omdat je op dat moment wel die energie hebt, stel je voor je zou, je bent nog nooit naar de sportschool gegaan, maar je voelt aan alles dat je een beetje zwak voelt of whatever. En je besluit, oké, vanaf nu ga ik gewoon 5 keer per week naar de sportschool. Ik wil zoveel kilo afvallen, ik wil zoveel sterker worden. Maar wat je reden ook maar zijn, dit is ook slechts 1 voorbeeld. Ik kan miljoenen van dit soort voorbeelden opnoemen, oké, maar dit is gewoon 1 simpel voorbeeld. Stel je zou dat willen. Je begint meteen van 0 naar 5. Je houdt het 1 week vol, je houdt het 2 weken vol, maar dan na een verloop van tijd komt de slijtage erin. Ik zoek een ander woord, maakt niet uit. Ja, komt de slijtage erin en doe je het niet meer. Omdat het te veel is. Er zit een zo groot verschil tussen waar je stond en waar je naartoe wilt, dat je het vaak niet volhoudt. En waarom lukt dat niet? Omdat we er nog geen gewoonte van hebben gemaakt. We hebben er nog geen gewoonte van gemaakt om daarvoor eerst eens 1 keer per week, elke keer consistent voor maandenlang achter elkaar te gaan. Of 2 keer, of 3 keer, of 4 keer. En dan op te bouwen naar die 5 keer. Dus wat gebeurt er? We gaan heel erg goed daarmee aan de slag. Maar op het moment dat er ook maar iets hoeft te gebeuren, meestal dondert het hele katerhuis in elkaar, hè? Op het moment dat er iets gebeurt in je leven wat een significante verandering in je leven maakt. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over dat je opeens een gezondheidsprobleem krijgt, misschien een bepaalde ziekte, misschien dat iemand in je familie bijvoorbeeld overlijdt, of iemand die met iets anders zit, bijvoorbeeld een depressie, burn-out, weet je, dit soort dingen die echt een enorme impact hebben op jouw dagelijks leven. Zodra zoiets gebeurt, en ontslag bijvoorbeeld, hè, dus dat je ontslag krijgt of geen werk meer hebt, is ook zo'n voorbeeld. Als zoiets gebeurt in jouw leven, dan stort het in elkaar, stort je mentaal voor een deel in elkaar. En dit betekent dat opeens al die dingen, wat geen gewoontes zijn, die vallen allemaal opeens weg. Dus alles wat je op dat moment nog in de ontwikkelfase deed, in het begin, vallen op dat moment al weg. Nu zijn dit hele grote voorbeelden, maar dit hebben we ook kleiner. We hebben wel eens allemaal van die momentjes, hè, dat we ons een paar dagen misschien niet zo lekker voelen. En dit zijn die momenten dat op het moment dat je je zo voelt, dan is die motivatie er niet. En ga je dus niet naar de sportschool.
En dit is iets wat je wil doorbreken. Vooral dit kleinere gevoel wil je doorbreken. Dus op het moment dat je down voelt, dat je toch heen gaat. En dit lukt niet met een motivatiestrategie, omdat je op dat moment die motivatie niet voelt. Kortom, je staat op met een goed gevoel, je hebt motivatie en dan kies je ervoor om wel naar de sportschool te gaan. Maar misschien de volgende dag voel je je niet zo lekker en ga je niet naar de sportschool omdat je de motivatie niet hebt. Hier komt het kort op neer. En op de korte termijn kan dit soort van werken omdat je nog wel regelmatig gaat, maar op de lange termijn ga je dit niet volhouden. En daarvoor hebben we die gewoontes nodig. En daarvoor wil je dus dat gaan toepassen, dat je een gewoonte ontwikkelt van het naar de sportschool gaan, zodat op het moment dat jij je down voelt, jij niet afhankelijk bent van jouw motivatie, van jouw gevoelens, dit ligt bij elkaar, maar dat je dit kunt loskoppelen en dat ook al voel je je minder, je toch heen gaat. En dat is die gewoontestrategie. Ja. En dit kun je toepassen met elk ander onderdeel in je leven. En dit is superkrachtig om ook toe te passen. Dus dit is waar het mee begint. Goede voornemens zijn gebaseerd op je motivatie, op je gevoelens op dat moment. Het einde van het jaar, je voelt van, oh ja, het volgend jaar ga ik verandering doormaken, je motivatie is hoger, et cetera. Maar dat betekent niet dat je de gewoontes hebt ontwikkeld om dat te gaan doen. En je weet altijd, ook bij jou, bij mij is het hetzelfde, we voelen ons altijd wel eens wat minder. En dan wil je dus ook blijven doorzetten. Doe je dat niet, dan is het geen gewoonte en blijf je eigenlijk altijd in die ratrace zitten van soms ga je wel, soms ga je niet. Krijg je een periode dat je maand vol gas geeft, een maand niks, dan weer een maand wel. Dan. Het gaat alleen maar zo, weet je wel. En dat is iets wat je in dit geval met dit soort gewoontes eigenlijk niet wilt ontwikkelen voor jezelf. Ja, dus dit is het eerste. Met doelen stellen, concrete doelen stellen, werk je veel meer vanuit een gewoontestrategie dan in plaats van een motivatiestrategie. Oké, het tweede punt wat hierbij belangrijk is dat je stap voor stap gaat werken aan die doelen. Oké? Dus we zijn aan het einde van het jaar, wanneer je deze video maar bekijkt, maar dat, die kans is redelijk aanwezig. Dan wil je bezig zijn met die doelen, maar je wilt het ook stap voor stap oppakken. Dus dat betekent dat je het in kleine stapjes gaat doen. Dus je gaat niet vanuit een motivatiestrategie denken, oké, yes, ik pak dit allemaal op en je gaat vol gas. Want hoe groter je die kloof maakt voor jezelf, des te moeilijker wordt om die kloof consistent te blijven toepassen. Nee, we gaan gewoon stapje voor stapje. En we bouwen steeds iets meer op. Je gaat bijvoorbeeld elke week één keer naar de sportschool, totdat het een gewoonte is, totdat je er niet meer over hoeft na te denken. Je doet het gewoon. Dan ga je naar twee keer. Dus misschien duurt het voor jou een maand. En dan daarna ga je voor de tweede. Ga je twee keer per week. En dan ga je drie keer per week. En zo bouw je het langzaam op. En dan aan het einde van het jaar ben jij in staat om bijvoorbeeld die vijf keer per week naar de sportschool te gaan op een consistente manier. Zonder dat het afhankelijk is van jouw gevoelens, van jouw motivatie. En dan heb je iets gewoonte ontwikkeld waar je de rest van je leven profijt van hebt. Oké, dus stap voor stap werken aan je doelen in plaats van meteen boom. Dat hele grote en dan gaan. En dit is wat vaak gebeurt met goede voornemens ook. Ik heb het nu over één specifiek doel. Maar laten we het hebben over het aantal doelen. Hè, wat veel mensen ook doen aan het einde van het jaar. Oké, ik wil dit veranderen, dit veranderen, dit veranderen, dit veranderen, dit veranderen, dit veranderen. En ze willen 100 dingen tegelijkertijd veranderen. Bij wijze van 10 is ook altijd te veel. Oké? En dat gaat dus niet lukken. Omdat je aandacht ook te veel afgezonderd is. Dus ook daar focus je op die paar goede voornemens. Doelen. Oké. En dan de derde. Je wilt een systeem hebben voor deze doelen. Dus je stelt een aantal doelen op, maar dan wil je een, zoals ik dan noem, doelen stellen, een systeem hebben, wat jou ook gaat helpen om dan uiteindelijk consistent die doelen te gaan bereiken. Nou, voor dat, stay tuned, want daar ga ik je veel meer over vertellen in de volgende video. En die komt ook rond de jaarwisseling. Net ervoor of net erna. Je gaat het vanzelf wel zien. En daarin deel ik een systeem die jij kunt toepassen voor de rest van het jaar. Een doelen stellen jaarsysteem, zoals je het zou willen noemen. En die jou gaat helpen om dus consistent op de manier van de gewoontestrategie, zoals we die hebben uitgelegd in deze video, om het op die manier te kunnen volhouden. Dus stay tuned voor die video. Die gaat je de praktische manier uitleggen van oké, hoe pak je dat stuk nou aan. Maar nu weet je in ieder geval waarom het veel beter is om te werken vanuit doelen, specifieke doelen die je opstelt, in plaats van goede voornemens. Er zit dus een groot verschil tussen deze twee onderdelen.
Ja, ten eerste wil je van de motivatiestrategie naar de gewoontestrategie toe. Ten tweede wil je stap voor stap dit opbouwen. En ten derde wil je een systeem ontwikkelen om hier beter mee aan de slag te gaan. Daar ga ik het over hebben in de volgende video. En ik heb eigenlijk ook al een heleboel video's staan over doelen stellen. Hoe pak je dat aan? Dus wil je hier al meer in verdiepen? Check dan ook mijn andere YouTube video's. Vond je dit een leuke video? Geef een duimpje. Laat een reactie hieronder achter wat je van de video vond. Of het waardevol voor je was of niet. Ik probeer te reageren op elke reactie en ik waardeer het enorm. Omdat hoe meer reacties, hoe meer duimpjes omhoog, hoe meer de algoritmes gaan werken. Hoe vaker de video naar boven komt en hoe meer mensen we kunnen bereiken. En hoe meer hopelijk waarde we kunnen leveren aan andere mensen. Yes, dus dat is het voor vandaag. Abonneer je ook op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Voor meer van dit soort video's. En dan hoop ik jou natuurlijk de volgende keer weer te zien en te spreken. Denk groot, start klein.